lekke band met de tube. En dan betekent het dus repareren. Dus denk, voordat ik eraan begin, we zijn hier onderweg. En ik laat gewoon even zien hoe we dat gaan fixen met tubewielen. Want dat is natuurlijk wel wat waar mensen vragen over stellen. Nou, je setje uit de bidon gehaald. Het reparatiebidon. Tapejes eraf, want anders gaat hij rammelen. Dus eerst even alles losmaken. En gelukkig de juiste spullen bij. Dat scheelt ook wel natuurlijk. Nou, de pitstop bij van Victoria. De beste. Stapplannetje staat erop, dus dat ga ik even uitvoeren. Dus eventueel spijkers eruit. Leeglopen. Dopje eraf natuurlijk. Erop, schoonmaken, dichtdraaien, draaien zodat de dichtingsmaterialen, de dichtingsspul overkomt. En dan lucht erbij. Dus gaan we nu fixen. Kan ik moeilijk filmen en doen tegelijk. Maar het is gewoon simpel. Gewoon. Verdeeltje los, stapjes uitvoeren en dan ga ik nu even doen. Kom zo terug. Overigens, ik kan natuurlijk wel laten zien, kijk. Helemaal plat, lucht eruit. Geschud, heb ik al even goed gedaan. Dan erop zetten. Een moment, rechterhand. Kijk. Meteen vol. Vies. Maar al een stuk harder. En een beetje erbij. Hopla. Oh, lopje eraf. Beetje schoonmaken. En dat doen we heel professioneel met een blaadje. Je moet wat onderweg. Dicht. Viezigheid aan je handen. Terwijl hier de trekker voorbij komt. Dicht. Ronddraaien. Nou ja. Hij voelt een stuk harder. Ik zal nog eens een beetje dit eraf halen. Schoonmaken. Ik wil natuurlijk niet mijn dure wielset permanent vies laten worden van één gaatje. Dat is natuurlijk een beetje zonde. Nog even heel goed dicht. Zo. Goed erin laten lopen. Ik wil ook echt een beetje niet te hard ronddraaien. Dus dat zit. Rust erbij. En we kunnen weer. En direct zie ik dat ik hem ook wel eens goed schoon kan maken. Dus dat te doen bij een lek tubewiel. Want ik kan gewoon weer naar huis. Dus geen zorgen bij je tubes. Want ik kan gewoon doorfietsen. Hop, en dan gaan we weer. Onderweg. Met een goed gemaakt tubewiel. Fiets een beetje smerig hier, maar ik kan wel lekker blijven fietsen. Oké, hoi.